Ja, woonzorg alleszins. Dat hebben we gezien bij een vergadering van de COSBO. Dat is een hele mooie bouwtekening van een mooi complex voor 50-plussers die goed te benen zijn. En die daar een mooie woonplek vinden, waar je met een leukere tuin, een tuintje, huis met een tuintje, maar toch bij elkaar. En met de mogelijkheid om daar wat, om je oudere dagen te kunnen slijten in dezelfde woning, zonder dat je naar een verpleeghuis hoeft. En, maar dan ook dicht bij de stad. Waar doe je dat dan? Ja, en dan moet je op zoek naar een plek in de stad, dicht bij de stad. En welke is nu nog mogelijk? Dat is de oude Albert Heijn terrein met de ABN AMRO, die twee samen. Nou, om te kijken of één van die twee, of de Albert Heijn of de ABN AMRO, zou je die geschikt kunnen verbouwen of vernieuwen. En misschien wel met een loopbrug, dat je twee gebouwen maakt. Dus dat je over de weg gaat van de ABN AMRO naar het Albert Heijn terrein. Om is alleen maar te onderzoeken of in hoeverre de mogelijkheden zijn om dat bouwcomplex daar ergens te realiseren. Waarom heeft u juist voor die plek gekozen? Omdat dat leegstaande gebouwen zijn en dat is verspilling van kapitaal. Het staat er maar niks te doen en niemand woont daar en het is een groot complex. Daar kunnen echt tientallen, misschien honderden ouderen wel gaan wonen en je zit dicht in de stad. Ik heb begrepen dat alleszins een woon- en zorgconcept is van Dura Vermeer en dat de portier daar een nadere uitwerking van is. Ik heb een heel mooie brochure gezien en er staan hele mooie ideeën in. En dat zou je kunnen uitwerken in een concreet plan van, kun je dat daar realiseren? En ja, we gaan dit gewoon uitzoeken. En het onderzoek moet uitwijzen of het wel of niet haalbaar is. Daar gaan wij niet over, daar gaat de wethouder ook niet over. Maar ik ben nu al een schot voor de boeg. Er komt weer een heel verhaal straks over een half uur. Ja, die motie, daar zijn we ook mee vervallen. Of dat kennen we en we weten dat al. Dat hebben we allemaal uitgezocht. Nou, ja, laat maar zien dan. Nou, dat is het dan niet. En we willen nu met de motie eens kijken van hoe de vlag erbij hangt.